Yo, on Movix TV, this month or next month, Belle and Britt Burgers in the house. Yep. Don't check it out. Don't miss it. And thick shit month. Yeah. Op het BK was het bijna hat-trick voor mij. Ik heb BK Halfpipe gewonnen. Ik heb BK Bordercross gewonnen. Ik ging voor de derde, maar het is niet gelukt. Ik woon al wel nu denk ik 14 jaar in België. En vind het gewoon fantastisch hier gewoon. Dus we blijven gewoon lekker zitten. Ja, BK heb ik meegedaan met een gebroken staartbeentje. Dus dat begon al met een slecht begin. Maar ik ben tweede geworden in de Bordercross. Maar de 3 jaren ervoor ben ik aan 1 stuk door Belgisch kampioen. Eerst op Belgisch kampioenschappen geweest voor de afgelopen 3 jaar. Dus op de bigger. Op de bigger. En volgend jaar ben ik er weer bij. Hoi, ik ben Britt Berghuis. Ik ben 21 jaar. En ik snowboard verdomd graag. Dit is mijn zus, Bel Berghuis. Ze snowboardt ook. En als je haar wil vliegen over kikkers, moet je vooral bij de grote zijn. Hoi, ik ben Bel. En ik doe net zoals Britt. Snowboarden super graag. En ja, wat moet ik zeggen? Britt, ja. Zie je meer in de kroeg dan op de sneeuw? Ah, flikker. Take a second to elucidate you how. Nou, we zijn beginnen snowboarden sinds 10 jaar geleden. Gewoon lekker op vakantie. En toen is het een beetje uitgegroeid als passie. En we snowboarden nu ongeveer 4 jaar vrij intensief. Trekken heel de wereld rond. Doen eigenlijk alle tope shit, man. Ja, zeker. Onze winters. Vol. Ja, reizen. Naar Amerika gaan, gewoon filmen, fotoshoots, ja. Eigenlijk alles wat je kan bedenken, wedstrijden wat met sneeuw te maken heeft, buiten lesgeven en zo, veel clinics voor mensen, maar geen beginnerslessen. Nee, geen beginnersles. Nee. Helaas, beginners. Wel gevorderde freestylers of beginnende, kom maar langs. What an amazing time, what a family. How did the years go by? Now it's only me. When I walk up in the peace, I ain't got any speed. I'm a bad man, but goddamn it, motherfucker, you ain't gotta like me. How you shutting these hoes? Need to talk what you know. Stop talking about who I'm sticking and licking, just mad it ain't chose. Ooh. I know y'all fool, y'all fool. Y'all job just hanging up ghosts. Step to me, get burnt like toast. Motherfuckers, adios amigos. I don't brag, I mostly boast. From the VA to the LA coast. Here they go. Favorite sport is duidelijk Breckenridge. Breckenridge, Colorado, echt. Park is daar echt zo goed. Er staan 4 parks, allemaal geshaped, elke dag echt niet normaal. En het is gewoon een super gezellige sfeer. Het is echt, alles is gewoon super mooi daar en lekker goedkoop. Dus een goede aanrader. Ja, we zien elkaar best wel als concurrenten af en toe. Dat moet ook wel, een gezonde concurrentie, want anders kom je ook nergens. Als je alleen maar lief tegen elkaar doet. Dus dat is zo denk ik er een beetje over, hè? Ja, ik ook. Ik zie jou wel als concurrent in de wedstrijd, dus. Maar ik zal je altijd aanmoedigen. Yep. Real sister love in house. Wie zijn onze grootste concurrenten? Steam.
is een groot concurrent. Britten, dus een Nederlands meisje, die heeft talent, jongen, die komt eraan. En die wordt ook wel een gevaar. En Anne Fleur is nog altijd ook in de house. Ja. Oma Fleur, oma Fleur. Nee, die is nog altijd in de house. En Martine, die kan ook nog altijd potje snow worden. Shit. Allemaal goede vriendinnen, zeker. Het is echt één grote hecht wereldje bij ons. Dus het is geen nijd of... Nee, het gaat allemaal oké hier. Ja, een groot voorbeeld voor mij is Cheryl Maas. Echt een meisje uit Nederland en die rockt echt hard. Die zou ik wel graag willen evenaren. Er zijn veel voorbeelden. Cheryl Maas is daar onder andere één van. Maar je hebt ook nog veel gasten. Ika Backstrom. Ja, onze eigen. Onze eigen, ja, Christophe Reiners, die rockt het ook gewoon echt. En alle oude possie van in België, Imperier, die rocken ook allemaal. Het zijn stuk voor stuk allemaal voorbeelden. Pieter Simons. Pieter de Slet Simons. Robke. Cornelissen. En een aantal van de snowboard possie hier. Ja. Er zijn veel grote en er zijn ook veel grote gewoon in België. Moet maar gewoon maar eens rondkijken. Wij hebben ons menig aantal blessures gehad. Ja. Onthoud is het goed. We zijn hopelijk volgend jaar nog heel. Ik zal mijn lijstjes op. Ik heb mijn staartbeentje al een keer gebroken. Ik heb mijn arm op meerdere plaatsen gebroken. Ik heb mijn sleutelbeen een paar keer gebroken. Ik heb een menig aantal hersenschuddingen gehad. Maar ja, blijven gewoon doorgaan. Ja, ik heb ook een lijstje dus. Ik heb mijn kruisbanden gescheurd, mediale band beide kanten meniscus. Dat 9 maanden was ik daarmee zoet. En voor de rest heb ik vorig jaar mijn rug gebroken, wat ik heel erg schrikken vond. En voor de rest heb ik 2 keer mijn ribben gebroken, 2 keer mijn eigen schild. En hersenschudding, mijn staartbeentje. Wat is het? Kort lijstje. Ja, daar zijn we nog een beetje mee bezig met het komende winterseizoen. We weten nog niet precies. We gaan in ieder geval zeker de sneeuw en veel lol maken. En over zee? Zeker over zee. Ja, Japan of Brek of ergens anders, Chili. Wie weet waar je ons tegenkomt, maar ook in gewoon Europa. Veel wedstrijden doen, lekker bordercrossen. Ja, en BK. Zul je ons zien? Zeker weten. BK, shit. Super dope snowboard film uit. Check it out. Feel love, touch private. Private film komt 13 oktober uit. Be there or be square in Antwerp. Ja, echt. Alle toprijders hier in actie. Echt met dikke shit. Dus be there. Overal geweest om te filmen. Alles gedaan. Wat je ook voor mogelijk houdt, dat vind je in die film. Bizar. Ja, dus jongens, check it out. Private, www.privateintel.com, 13 oktober in Antwerpen.